Aan getuigen heb je niks. Nee, echt niet. Ook al staan ze ergens bovenop, wat ze moeten zien, zien ze niet. En wat ze wel zien, kan eenmaal in het geheugen nog alle kanten op. Geen feit is heilig in de kneedbare massa van het brein. Zelfs bij getuigen die zich voor hun eigen bestwil beter aan de feiten kunnen houden. De man rechts is Eric Kelly. Hij bekende in 1993 dat hij een roofoverval had gepleegd op een videotheek met dodelijke afloop. Het portret hangt er nog steeds van de jonge bediende die toen werd neergestoken. Nu blijkt dat totaal iemand anders de roofmoord op zijn geweten heeft. Die had een pet achtergelaten vol DNA-sporen. Maar de openbaar aanklager zat al in de bekende tunnel en vertrouwde helemaal op twijfelachtige getuigenverklaringen. Als iemand in een Amerikaanse rechtszaal een gevangenispakje aan heeft, kun je er donder op zeggen dat zijn handen geboeid zijn. Hier blijven de boeien buiten beeld, maar je ziet wel een stukje van de bruine riem waaraan ze bevestigd zijn. Kelly kan zijn handen niet op tafel leggen, hij kan geen glas water aan zijn lippen zetten. Rechter Joseph Portelli heeft net het hof ontvankelijk verklaard voor het nieuwe bewijs. Dat is 11 jaar nadat Vanessa Potkin, de vrouw naast Kelly, de zaak op zich nam. Ze is stafadvocaat van The Innocence Project, een non-profit organisatie die in de VS al 354 onschuldig veroordeelden heeft vrijgekregen. Kelly zit op een comfortabele fauteuil. Dat is in rechtszalen ook wel eens anders. Kelly kan zijn vreugde niet op. Hij lacht, hij straalt, verder kan hij niks. Zijn handen zitten vast. Opstaan is er ook niet bij. Als een kind laat hij zich opzij vallen, hij doet zijn ogen dicht en legt het kwetsbaarste dat hij heeft op de schouder van de vrouw aan wie hij alles te danken heeft. Hij slaat een arm om hem heen. Hoe vaak zal hij een arm om zich heen gevoeld hebben in de 24 jaar dat hij vast zat? De vrijspraak was 6 maanden geleden, maar pas vorige week kwam Kelly vrij, toen de openbare aanklager zich bij het vonnis had neergelegd. Het duurde even voor hij uit zijn tunnel was. En wie weet zit hij er nog in.